hier op het Centraal Station. Centraal Station van Rotterdam liep ik om 8:30 met een andere vriend. Liep ik door het Centraal Hall door. En twee agenten die daar stonden, keken ons al heel erg aan. Van, wat doen jullie twee Marokkaanse jongens hier in het Centraal Hall? Maar wij liepen gewoon daar doorheen omdat het een snellere weg was naar het Oude Noorden. Dus we liepen en mijn vriend keek achterom en die zei, ja, ze volgen ons. En ze waren gelijk binnen die 5 minuten, aan het einde van de Centraal Hall, waren ze al bij ons. Tegen de muur, fouillering, legitimatie, ik mijn legitimatie geven. Mijn vriend had hem niet bij zich. Eén daarvan was niet zo erg racistisch, maar de andere was wel heel erg, hoe moet ik dat noemen, kwaad. Of hij liet ons niet in onze waarde, van geen respect geven. Van, ja, wat doen jullie hier na controle van ID? En nadat moesten wij gelijk wegwezen, anders hebben we een heel groot probleem, zegt hij. Terwijl andere gasten daar gewoon heel rustig doorheen lopen, zonder kwaad. En er niks gebeurt, en met ons wel. Dat vind ik wel een heel beetje raar. Wat ik ze duidelijk wil maken aan de politie is dat ze gewoon respectvol met alle mensen moeten omgaan. En niet alleen met Nederlandse jongeren. Dat ze geen onderscheid moeten maken. Gewoon elke mens uniek. Elke mens moet op dezelfde manier behandeld worden.